Dit zijn de producten die we, of voorbeelden van de producten die we hebben. Introductiefolder om te laten zien wat er allemaal gebeurt en wat er allemaal te doen is. Dit bijvoorbeeld voor extern naar het buitenland in het Engels. We hebben ook opleidingsfolders. Voor iedere opleiding is weer zijn eigen folder om uit te leggen wat er te doen is op de opleiding en wat je leert. En verder regelen we ook nog advertenties, bijvoorbeeld deze voor de open dag. Dit staat dan bijvoorbeeld in het Brabants Dagblad. En het staat niet in een Telegraaf of zo, want er komt in heel Nederland. Dit is gewoon alleen rondom Den Bosch en dat is waar ons distributiekanaal is. Dus vandaar. Alle dingen die wij maken, die moeten ook in de huisstijl vallen, dus dit is dan de brandbox, daar staat in wat wij doen en wat we zeggen, wat we mogen doen. En hier horen alle middelen zich aan te houden. Dus wanneer er dan iets niet klopt, dan wordt er hierin gekeken of het wel of niet genoeg is. Nou, hier zitten mijn collega's. Yvonne. Ja. Hier zit Ad, die regelt alle promotiemiddelen, die laat altijd zien, of die maakt alles van flyers tot posters en van alles. En Katja zit hier. En hier zit dan de social media expert, maar die is momenteel met zwangerschapsverlof, dus dat neem ik nu over. Hey. En Katja samen. En Jeanette ook nog een beetje. Ja. Kijk, ik zal ook een stukje van de site laten zien. Naar van de school. Ja. Hier, hiermee promoten wij vaak dingen. Dus wanneer er iets te melden is over de school of wat dan ook, dan komt het hier online. Dat komt vaak ook via Twitter. En daar gebruiken wij Hootsuite voor. Dat, een programmaatje om tweets altijd binnen te krijgen. En wanneer er ook ergens KW1C staat, zonder dat het gementioned wordt of zo, dan kunnen we dat zien. Zodat we er altijd op kunnen reageren en dat we proactief bezig kunnen zijn. En hier is het Instagram account. En daar staan een aantal foto's op die de school representeren. Ja, precies.